wat we van de natuur kunnen leren als het gaat om samenwerking, vertrouwen, empathie, zelforganisatie, dat hoort u vandaag van Frans de Waal. Goedemorgen. Waar ik over ga spreken zijn die individuele neigingen die wij delen met heel veel primaten. In het Engels hebben we een mooi onderscheid tussen apes en monkeys. Een chimpansee is een ape en een monkey is weer iets heel anders. Een monkey heeft een staart en is kleiner. En wij zijn eigenlijk allemaal apes. We zijn mensapen eigenlijk. Er zijn twee onderdelen waar ik over wil spreken hier. Eén is conflict en hiërarchie, macht. En andere is empathie en samenwerking en dat soort verschijnselen. Allereerst iets over de geschiedenis daarvan. Ik schreef 25 jaar geleden, of is het nu al 30 jaar geleden misschien, 30 jaar geleden een boek, Chimpansee Politiek. Dat is eigenlijk wel komisch, want toen Chimpansee Politiek uitkwam, toen waren er een aantal politicologen die zeiden van ja, maar natuurlijk wat chimpansees doen heeft niets te maken met politiek. Totdat iemand deze definitie naar voren bracht, die heel bekend is in feite binnen het vakgebied. Politics is the process by which it is determined who gets what, when and how. En als dat de definitie is van de politiek, dan zeker hebben chimpansees ook politiek. En natuurlijk de reden waarom we bij chimpansees van politiek spreken, in vergelijking bij bijvoorbeeld kippen die ook een rangorde hebben, is dat de rangorde bij kippen die wordt bepaald wie de grootste en de gemeenste kip is, bij wijze van spreken. Bij chimpansees is dat niet zo. Bij chimpansees kun je de kleinste man kan de alfaman zijn. En dat is omdat fysieke kracht is wel een factor. Het speelt een rol, maar in feite een grotere factor is hoeveel steun die heeft in de gemeenschap. Het wordt meestal besloten door coalities. En dus de alfaman is meestal degene die het meeste steun in de groep kan krijgen. Het gebeurt soms dat er alfamannen zijn die puur op fysieke kracht alfa worden. Maar de meeste tijd zijn het coalities en dus de hooggeplaatste die proberen steun te krijgen van de laaggeplaatste voor hun positie. En de laaggeplaatste individuen verwachten daar iets voor terug. En als ze dat niet terugkrijgen, dan hebben ze liever een andere leider. En dus is het in zekere zin een democratisch systeem wat je krijgt. En dus de hiërarchie onder chimpansees, als die duidelijk is, zijn er meestal helemaal geen gevechten. De gevechten gebeuren eigenlijk pas als iemand, een van de mannen in de groep, besluit dat hij de leider moet gaan uitdagen. En dan krijg je echte gevechten. Nou, hier een paar hele basale patronen die je krijgt in chimpansee politiek. De eerste is wat ik noem separating interventions. En separating interventions is dat je als twee individuen bij elkaar zijn, waarvan één van de twee of misschien allebei rivalen zijn, probeer je die contacten te vermijden. En chimpansees doen dat systematisch. En dus een alfaman, chimpansee is eigenlijk systematisch bezig om op contacten te letten tussen anderen en contacten die hem niet te bevallen te verbreken. En zolang als hij daartoe in staat is, houdt hij zijn positie. Zodra hij problemen krijgt, laten we zeggen dat hij afgaat op twee individuen die zitten te vlooien en dan probeert ze uit elkaar te drijven en gezamenlijk verzetten ze zich en gaan ze achter hem aan, dan heeft hij dus eigenlijk al een coalitie tegen zich die hij niet zou willen hebben. Leiders spelen ook een rol in het oplossen van conflicten. Alfamannen die daar heel goed in zijn, die worden heel populair. Alfamannen die daar niet goed op reageren, die worden heel onpopulair. En dus de alfaman die dat goed doet, die krijgt de steun uit de hele gemeenschap, want in feite heeft daar iedereen voordeel van. En als gevolg komen de zwakken op voor hen als hun positie in gevaar is. Als je die politieagenten weghaalt uit de groep, dan valt de groep eigenlijk uit elkaar. Dus dat is hoe belangrijk die alfaposities zijn binnen een apengemeenschap. Want wat het natuurlijk betekent is dat, ja, er is competitie en het gaat of je wint of verliest, maar het gaat er ook om dat je samenwerkingsverbanden hebt en die kun je niet zomaar in gevaar brengen en daar moet je iets aan doen als ze in gevaar gebracht zijn. Het verschijnsel is in feite precies het omgekeerde van wat ik leerde als een student, want wat ik leerde is dat agressie drijft individuen uit elkaar. Maar wat we dus in feite vinden bij soort na soort, dus niet alleen bij de primaten, we vinden dat agressie brengt individuen samen. Je ziet vaker individuen samen na een conflict dan zonder een conflict tussen ze. En dus in de dierenwereld komt heel veel samenwerking voor die heel belangrijk is voor de overleving. En dus je krijgt overlappende belangen tussen individuen. Je hebt winnaars en je hebt verliezers, maar je hebt een gebied ertussenin waarin ze allebei verliezen. Dus als twee hele goede vrienden een grote ruzie hebben, hebben ze in feite allebei iets verloren. En het is dat overlappend gebied, wat we de waarde noemen van de relatie, die maakt dat er conflictoplossingsgedrag is. Nu een paar dingen over empathie en samenwerking. Empathie
is the ability to understand and share the feelings of another. En je ziet meteen twee componenten. Je ziet de understanding part, dat is het cognitieve part. En de feeling, dat is de emotionele part. Dus bijvoorbeeld, als je spreekt met een heel triest persoon, dan neem je automatisch een trieste gezichtsuitdrukking aan en een trieste lichaamshouding. En voordat je weet, voel je je triest. En dat is in feite de body channel van empathie. En dan heb je het cognitieve channel, daar ben ik zeer geïnteresseerd in. Dat vereist dat je een grens trekt tussen jezelf en de ander. En dus weet waar de gevoelens van de ander vandaan komen en waar je eigen gevoelens vandaan komen. En dat je het perspectief kunt nemen van de ander. En dat is veel meer beperkt. Ik weet niet of honden dat hebben, en katten. Maar ik denk dat er bepaalde dieren zijn, zoals mensapen en olifanten, die dat wel hebben. Dus allereerst iets over synchronisatie. Synchronisatie is iets heel ouds. Spreeuwen bijvoorbeeld, die prachtige vluchten vormen. Om dat te doen moet je op het lichaam van de ander letten. Die synchronisatie heeft dat al in zich. Dat je moet letten op anderen. En daar is het mee begonnen, met de empathie. De aanstekelijkheid van gapen is een van die verschijnselen die verband houdt met synchronisatie, maar die ook verband houdt met empathie. Het werkt altijd meer hoe dichter je bij elkaar staat, hoe beter je elkaar kent, hoe meer je op elkaar lijkt, wat betreft geslacht en leeftijd enzovoort. Dat bevordert allemaal empathie. En dat is dus ook bij de chimpansee zo met de gaapaanstekelijkheid. Dat is sterker voor individuen die je kent dan individuen die je niet kent. Nou krijg je de emotionele component, dat heeft te maken met emotionele aanstekelijkheid. En dan komen we dus dichterbij van wat je normaal empathie zou noemen. Want het denken over empathie is in feite tegenwoordig dat het begonnen is met moederzorg. Die oorsprong van empathie verklaart waarom vrouwen het meer hebben dan mannen. En verklaart ook het effect van oxytocine op empathie. Als je oxytocine in de nostrils, weet dat in de neusgaten van proefpersonen zet, of het nou mannen zijn of vrouwen, krijg je meer empathie uit. Bij chimpansees kijken we naar troostgedrag. En troostgedrag is heel gebruikelijk bij de chimpansees. Ziet er heel erg uit als het menselijke troostgedrag. Toen we gingen kijken of andere apen dat deden, de kleinere apensoorten, hebben we absoluut niets gevonden. Dat is interessant, een groot verschil met verzoeningsgedrag. En dat heeft waarschijnlijk te maken met die cognitieve component die bij andere apen niet zo ontwikkeld is als bij de chimpansee. Ik ga het laatste experiment laten zien en dat heeft te maken met fairness. En fairness, hoe heet je dat, gelijkgerechtigheid. Dus wat we gingen doen is een kleine taak waarbij we een steentje, is in feite wat we deden. We geven een steentje aan de aap, gooien het in zijn hok, houden een hand op en hij moet het teruggeven. Zo gauw als hij het teruggeeft, krijgt hij een kleine beloning. Dan zetten we twee apen naast elkaar. De beloning is meestal een klein stukje komkommer. En dus als je met allebei de apen doet en allebei stukjes komkommer geeft, dan is er geen enkel probleem. De problemen ontstaan alleen als de ander druiven krijgt, want druiven zijn zoveel beter dan komkommer. Als de partner druiven krijgt, dan gaan ze 50% weigeren. En die weigeringen die zijn in feite zeer emotioneel. Dus het is niet alleen maar dat ze geen belangstelling meer hebben, maar ze beginnen te protesteren tegen de taak. En als je de partner druiven geeft zonder enige taak, dan gaan de weigeringen zelfs nog verder omhoog. En de gevoeligheid voor effort, de gevoeligheid voor hoeveel werk je verzet hebt, is natuurlijk ook bij de mens een deel van gevoel voor gelijkrechtigheid. En dus wij zijn gevoelig voor effort en we hebben ontdekt dat de apen ook gevoelig zijn voor effort. De economen en de antropologen die hadden besloten dat fairness uniek menselijk was en waren in feite heel erg upset door ons experiment. Binnen de filosofie en de sociale wetenschappen wordt er heel vaak top-down gedacht. Er wordt heel vaak gedacht, wij bedenken een principe, zoals fairness, en dan passen we dat principe toe in de samenleving. Maar het gebeurt natuurlijk eigenlijk helemaal andersom. We hebben bepaalde psychologische neigingen die zorgen dat we een reactie hebben als iets onfair verdeeld is. Een ander ding wat gebeurde is dat een filosoof ons schreef en zei, ik wil best geloven dat het iets met fairness te maken heeft, maar alleen als degene die druiven krijgt ook een negatieve reactie vertoont. Nou, het komische is dat Sarah Brosnan, waarmee ik die proeven doe, die heeft onlangs dezelfde proef gedaan met een heleboel chimpansees. En er zijn bepaalde combinaties van chimpansees waarbij ze ontdekt heeft dat degene die de druif krijgt, weigert totdat de ander ook een druif krijgt. Dus dan komen we heel dicht in de buurt van het menselijke gevoel voor fairness. En dus dit soort proefjes, zoals ik zei, die worden nu ook met honden gedaan en met andere dieren. En waarschijnlijk is het een veel verder verbreide reactie dan je normaal zou denken. En ik dank al de mensen die bij mij werken en dit soort proefjes doen. En ik dank u.